Nou, het is zover. Het vandaag. Oud en nieuw. 31 december 2012. En we gaan vanavond 2013 inluiden. Precies. Jeetje, wat is dit jaar snel gegaan. Ik zeg het ieder jaar weer, maar dit ging echt snel aan het begin. Ja, vooral met die feestdagen en die drukte. Dat is altijd zo'n gehannes. Maar het is al bijna zo bij 2013. Ja. Dat klinkt niet heel leuk als ik heel eerlijk ben. 2013. Nee, het klinkt een beetje een raar jaar. Ik ga liever weer naar 2014. Maar ja, als jullie dit kijken. We hebben 21 december overleefd. Yay! Want dit is opgenomen voor de 21ste. Morgen is het 21 december. Hopelijk kun je dit filmpje zien. Duimpje omhoog, als de wereld niet vergaan is. En dat we vrolijk doorgaan in 2013. Inderdaad. Van tevoren, we hopen dat het jullie alle goeds gaat brengen. En ook voor onszelf natuurlijk. Ja. Maar veel geluk en gezondheid toegewenst. Inderdaad. En we hopen dat jullie ook een heel leuk 2012 hebben gehad. Wij wel. Voor ons was het een heel bijzonder jaar in Martien. Ja. We zeiden vorig jaar in de zeg maar, video van een jaar geleden. Zeiden we het jaar van dat we gaan afstuderen. En wat zijn er nog meer? Nou, een aantal dat dingen. We afstuderen en dat we inderdaad gewoon misschien ergens groter zouden gaan wonen en dergelijke. Ja. En daar zijn we dus eigenlijk beide mee bezig. Ja, inderdaad. Dus het afstuderen is gehaald. Er zijn een aantal gewoon leuke dingen in ons leven gebeurd. We hebben onze eerste baan gekregen. Je hebt je eerste auto gekocht. Eerste auto, inderdaad. We zijn eigenlijk part-time gaan werken voor LLG. En dat is een droom natuurlijk die uitkomt. Ja, dat hebben we toen ook gezegd. We gaan part-time werken aan LLG. En dat is natuurlijk gebeurd dit jaar. En we hopen dat jullie het gemerkt hebben. Wij wel in ieder geval. Want er zijn veel nieuwe volgers gekomen. En jullie bedankt daarvoor. Als je een review van het een of ander wilt zien. Onder de video op de website staat een lijst. PP, dus van Martine en van mij per categorie. Kopieer en plak het in het zoekbalkje. De naam van het product in het zoekbalkje, inderdaad, wat Martine zegt. En dan, voilà, een review. Dan heb je hem. We gaan gauw beginnen, want we hebben echt heel veel producten. Gaat echt heel gauw beginnen. De favorieten per categorie. Ja, de favorieten van het jaar. Ja, favorieten van het jaar. Eerst categorie haar. Oké, we beginnen met de favoriet die ons leven heeft veranderd dit jaar. Voor jullie, mij is nog mooi wit. Voor mij is ondertussen rood vanwege mijn haar, roodpaars. De Mason Pearson Brush. Geweldig ding. Ook een haarborstel, de Chi Ronde Foam Borstel. Echt een geweldig ding. Zeker nu ik langer haar heb. Wauw. En een groot ding. Ja, heel groot. Verder wat we ook eens mee hebben gemaakt. Jullie zullen vast en zeker herinneren mijn action vreselijke klungel steltang filmpje. Nou, not anymore. Remington is onze held geweest. Ze hebben ons echt gered. Wat een geweldige steltanger zijn deze dingen. Ja, en mijn haar ermee gedaan vandaag. Speciaal voor jullie. Ik Remington Shine Therapy. En jij hebt... De Remington Keratin Therapy. Echt een supergoed ding. En omdat Remington zo goed was en ik een fan hebben gehad... Ook favoriet van het jaar, mijn Remington AC5010 fan, een heel erg fijn ding. En deze producten, daarvan mogen we van Remington een winactie mee houden. Dus kijk even op de website als je via YouTube kijkt. Er staat een winactie online waarbij je... twee steltangen! En een föhn kunt winnen. Ja. Dus drie producten los. Wel apart inderdaad. Ja. Je krijgt niet allemaal in één, dus twee mensen gaan een steltang winnen en eentje een föhn. Heel erg leuk. Super bedankt Remington. Echt super tof. Echt heel erg leuk. Dus fijn nieuwjaar, ook namens Remington. Inderdaad. Voor jou. En dan nog een favoriet van mij, de Fudge Root Juice. Geweldig, ik gebruik niks anders meer tijdens het föhnen. Heel goed. Volgende categorie, en waar jullie het leuk vonden om over te lezen. Helemaal Jetske Ulté en Paula Begoen, huidverzorging. Voor mij begon eigenlijk het huidverzorgingsthema bij het lezen van het boek van Jetske Ulté. Huidboek, geweldig boek. Daarna heb ik er nog eentje gelezen. Ik kon gewoon echt niet kiezen tussen deze twee. De Original Beauty Bible. Ik zou zeggen, koop ze allebei, lees ze allebei. Het zijn echt geweldige boeken. Heeft mijn hele kijk op huidverzorging veranderd. En ik denk dat huidverzorging voor mij wel een heel groot thema was in 2012. Dat denk ik ook, ja. Dus Willemijn heeft heel veel mensen geholpen ook met haar artikelen van de Best of Basics huidverzorging. Als ik het mag zeggen, steengoed artikel. Kijk hem zeker even als je op YouTube kijkt. Ja, het is gewoon zo, want heel veel mensen krijgen nog steeds comments op hoe fijn het is dat dat duidelijk uitgelegd is. Dus. Van Hanna, ook hele fijne producten. Ik heb hier het Vitamin E-complex. Die is helaas eigenlijk... Ja, bijna op. Oh. Maar hij was heel erg fijn. En het was ook het jaar van de BB-cream, zoals jullie wel weten. Ja, echt ook bij huidverzorging. Ik vond elke eigenlijk verschrikkelijk. Behalve deze van Yves Rocher, de Peu Parfait. Die ik nu ook trouwens op heb, mocht het je afvragen. Mm-hmm. En het is echt een hele mooie lichtroze. Voor mij een dagcreme, de Olaz Total Effects 7-in-1 parfumvrij dagcreme. Hele goede dagcreme, wil niks anders meer. En eentje van Jetske Ulté, de Uncover Cleanser. Ik was in het begin niet zo positief, maar eigenlijk heb ik hem langzaam beter te waarderen. En ik weet zeker dat ik hem opnieuw ga kopen. Oké, nou, dat is toch weer anders. Ik heb van Dermalogica natuurlijk ook een prachtig merk. Een hydraterend nachtmasker. Echt perfect. De volgende dag word ik echt als door een roosje wakker. En verder was het ook het jaar waarin ik kennis maakte. En wij beide trouwens met
L'Occitane. En wauw, wat is het fijn. Deze crème koop ik zeker nog een keer. Het zitten niet de beste ingrediënten in, maar het is gewoon een hele fijne crème voor mijn huid. Hij werkt gewoon goed voor jou. Goed. En zoals je misschien ziet, deze is, ja, tot hier is die op. De helft is op. Dit is echt de fijnste gezichtscrème die ik ooit heb gebruikt met gom erin. En mijn laatste favoriet in de categorie huisverzorging. Je miste hem vast al. Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Gel. Salicylzuur. Die moesten toch wel hebben. Lifesaver. Salicylzuur. Het woord van 2012, geloof ik. Inderdaad. Door naar de volgende categorie. En dat is? Foundation. En poeder. Nou, oké. Okay. Foundation en poeder. Hoe vaak komt het voor dat je iets op internet bestelt en denkt, wow, het is nog een goede kleur ook? Niet vaak. Mij gebeurt het in ieder geval wel met de NYX HD Nude Foundation. Een hele fijne lichte foundation. En mijn favoriete foundation van dit jaar was echt de Max Factor Face Finity All Day Flawless 3-in-1 Foundation. Geweldig foundation. Ik draag hem eigenlijk alleen nog maar als foundation. Supergoeie. Nu ook? Ja. Oké, okay, ja, hij is echt heel mooi. Verder van mijn zus kreeg ik van MAC de Studio Fix Powder. Hij was van haar. Het geval wil, zij is een beetje meer geel van ondertoon. Dat is Willemijn, ik ben roze. Zij zei, Martien, kijk jij eens. Hij is toch wel veel te roze voor mij. En zoals je ziet is hij al bijna op. Zij zei, ja, zeg nou, weet je wat, dan krijg jij hem wel. En zij heeft er geen gekocht, ik deze. En wauw. Ik moet hem ook nu. Als die nu inderdaad op is, dan koop ik een nieuwe en komt er een review van. Want op deze manier review maken is niet zo mooi. Want hij is echt al bijna op. Maar ik koop hem zeker. Het is de NW20. En mijn favoriete concealer van dit jaar was de MAC Studio Finish Concealer in NC15. Hij heeft ook al een flinke deuk opgelopen dit jaar. Het ziet er ook niet meer uit, maar echt geweldige concealer. We gaan weer door naar de volgende categorie en een hele leuke categorie. Blush. Bronzer. En highlighter. Ik dacht eerst dat die heel erg crap zou wezen. Maar toch de favoriete highlight van het jaar, net op het nippertje erbinnen geslopen. De highlighter uit Kim's Cardazzle Palette. Ik heb hem nu ook op. Ik ben er echt helemaal verliefd op. En eigenlijk, ik heb hem niet meegenomen. Ik ben vandaag met Martine, maar eigenlijk heeft ze wel gelijk. Eigenlijk moet hij ook in mijn favoriete lijstje. Dus ik heb hem nog even bijgefriemeld in de lijst. En zij laat hem even voor mij zien. Maar dan, die van mij is net iets gouder. Maar wauw, wat een geweldige highlighter is dat. Mooier dan gedacht. Mooier dan gedacht. En wat ik ook een hele fijne highlight vond, was Tuckertree's Highlighting Pen. Heb jij hem ook? Nee, je hebt hem niet eens. Ik heb hem dit keer niet. Nee, omdat ik nog de voorkeur gaf aan andere dingen. Ja, want ik ben echt heel erg kritisch geweest. Ik heb dus maar 4 producten. Martine heeft gelijk 5. Het maximaal aantal wat we hadden afgesproken. We mochten 5. Dus Catrice Highlighting Pen. En verder heb ik nog, shape is ook al een woord wat we hebben geleerd in 2012. De NYX Taupe Blush, echt heel fijn om mee te shapen als je licht bent. En verder nog 2 schatjes uit de MAC collecties die echt fantastisch waren dit jaar. MAC Star Wonder is toch eentje die ik veel gebruikt heb, zeker in de zomer. En deze is ook echt fantastisch. Ja, die moest er echt in. Die moest er echt in. Mijn favoriet, echt altijd een favorite, MAC Stratus. Voor mij echt geweldig, Illamasqua Sophie Blush. Wauw, wat was deze mooi. Heb ik echt met heel veel plezier gebruikt de laatste maanden. Nice. Luster. En dit is Matty. Wauw, geweldig. Ik wil nooit meer zonder. Dit is merk waar wij kennis mee maakten in 2012, hè? Ja. Nars, in Londen. Dus ook een herinnering aan hoe een leuk het was. Een herinnering, ja. Dit was echt een heel mooi, ja, gewoon geweldige aankoop. Zeker. Nou, de volgende categorie. Volgende categorie, lipproducten. Ja, ik begin met lipverzorging. Dit jaar ook kennis meegemaakt. Carmex, ik heb er even 2, een aardbei en een kersje. Kijk, deze al bijna optie is. Oeh. Fantastisch. Hij mocht er bij mij niet meer in, want hij is vorig jaar al geweest. Maar eigenlijk geldt hij voor mij ook. Ze waren even stiekem op mij. Ja. Oké, okay, maar lipsticks, wij houden ervan. Je weet het al ondertussen, wij houden van lipsticks. Dus dit jaar was het ik vond dit wel een van de moeilijkste dingen. Dit vond ik ook een van de moeilijkste categorieën. Ja. Allereerst voor mij, donkere lipsticks stonden wel echt in het najaar in een groot voetstuk. Ik heb deze gevonden. Make Up Forever, nummer 48, Rouge Intense Lipstick. Wauw. Ja, ik ben hier gewoon echt heel erg blij mee. En ik moet het jouw kleur bekennen. MAC zit er dit jaar niet in. Het is heel verbazend omdat ik kennis heb gemaakt. Bij mij ook niet inderdaad, nu je het zegt. Ja, sorry MAC. Ik heb ze zijn steeds prachtig, maar ik heb kennis gemaakt met Estée Lauder. En daar heb ik mijn hart een beetje aan verknocht. Omdat hun lipsticks dit jaar najaar echt fantastisch waren. Dit is Black Cassis. Ja, gewoon ontzettend mooi. Ik laat er nog even een zien uit die collectie. Dan ga ik gelijk even door. Ja, ga maar door. Dit is Violet Crush. Die heb ik nu op trouwens. Ook echt fantastisch. En alle twee mat. En mijn allerbeste lipgloss ever. Echt hands down. De beste kwalitatieve en mooie lipgloss die ik heb. Chaotic Current van Estée Lauder. Blijft heel lang zitten. Is echt gewoon prachtig. Nou, ik heb in tegenstelling tot Martine wel een aantal budget toppers erin. Ik heb Catrice, the nuder the better. Ik heb deze zelfs opnieuw gekocht omdat ik de mijne kwijt was. Ja, dat is zo. Dus zo fijn vond ik hem dus. Nou, deze konden jullie wel raden. Ja. Dating Coral van L'Oreal Caress.
Geweldige kleur. Ik ben zo vaak gevraagd, wat draag je op je lippen als je deze, als ik deze op had. Dus ja, echt een favoriet. En mijn laatste, Rimmel London Kate Lipstick in 101. Oh ja. Een hele mooie roze kleur. Ja, hier ben ik eigenlijk heel erg blij mee, want ik dacht dat lichtroze mij nooit stond. En deze vind ik echt heel erg leuk. Ja. Dus voor mensen die denken dat je hem ook kan, hou er rekening mee. Echt een lentekleur, dus echt een hele aparte kleur. Ik kan bedriegend wezen, maar staat Willemijn heel mooi. Hij is echt heel mooi. Verder maakten we ook kennis met Babor, ook een heel mooi merk. Dit is ook een lipstick, Fancy Pink. Als ik deze op had in mijn Amsterdam shoplog filmpje, werd ook 100 keer gevraagd. Wat heb je op? Nou, deze dus. En die is ook echt fantastisch. En het laatste waar wij ook kennis mee maakten en ik ook heel leuk vond, budgetproof en beter dan de OCC Lip Tarts. Dat wil wel wat zeggen, want ze zijn de helft goedkoper. Ik heb er nu ook een op. Onze Sleek Pout Paints. Pout Paints. Of niet? Pout Paints. Dit is Rosette, maar ik wist niet wat ik moest kiezen. Ik vind ze allemaal heel fijn. Ja. Het gaat om het geheel. Een sleek pout paint is gewoon fantastisch. Inderdaad. Ook iets heel erg leuks. Oogmake-up. Door naar oogmake-up. Dus dat houdt in mascara, eyeliner, oogschaduw, alles wat je op je ogen doet. En wat was dat moeilijk kiezen? Oh, dit was echt een hele, hele, hele moeilijke. Want we hebben zoveel mooie oogschaduwpaletjes, zoveel fijne eyeliners en weet ik allemaal wat. Dit jaar. Het liefst had ik al mijn Illamasqua producten die ik afgelopen trip naar Londen had gekocht, had ik hierin gedaan. Maar ik heb er helaas voor eentje gekozen. Het moest. En dat is voor mij geworden Resolute van Illamasqua, een liquid metal. Wauw, stiekem ook een favoriet van mij. En één favoriet van mij is omdat ik hem zo verschrikkelijk mooi vond. Ik kan hem nu laten zien, want dan stuift hij weg. Android, het is een blauw pigment. Zoek hem maar even op in het zoekbalkje. Erg mooi. Je hebt hem inmiddels ook gezien in haar oud en nieuw look. Ja, klopt. Daar heb ik hem gebruikt. Eyeliners. Voor mij twee grote favorieten. MAC Dip Down. Hij is echt ook al... Nou ja, hij is echt al... Zover heb ik een eyeliner eigenlijk nog nooit opgemaakt. Dus hij is echt goed onderweg, zeg maar, om op te raken. En als bruin oogpotloodje voor in mijn waterlijn of om te tijdlijnen. Demolition van Urban Decay 24/7 Glide on Eye Pencil. Hele goede potloodjes dit. Precies. En als eyeliner heb ik mogen kiezen van mezelf. Havoc van Illamasqua. Dat kon ook niet ontbreken. Het is echt hands down de fijnste eyeliner die ik heb. Die heb je altijd al gewild. Qua mascara voor mij dit jaar ontdekte ik de Max Factor False Lash Effect Fusion. Dit is nog een nieuwe, want hij is zo fijn dat ik een backup heb gekocht. En vorig jaar had ik die er ook al in zitten, geloof ik. Oh. Dus, maar maakt niet uit. Maar dat kan altijd. Hè. Dus ik heb hem dit keer niet ingedaan, want ik moest heel. Ik dacht dat ik hem dit jaar al ontdekt. Nee. Oh. Nou ja. Eén mono. Ik ben nooit zo'n... ik ben nooit zo dat ik denk van, wow, wat is deze mono mooi. Maar deze moest er echt in. Loaded van Urban Decay. Een hele mooie blauw-groene. Echt, wauw. En mijn favoriet van dit jaar, natuurlijk het verjaardagscadeautje wat ik van Martine heb gekregen. Ik ben hier zo blij mee. Urban Decay Naked 1 palet. Wauw. Ja, die is ook heel mooi. En we hebben een gezamenlijke favoriet. En ik denk ook precies dezelfde. Ja, we hebben precies dezelfde. Ik heb hem echt vaak gebruikt. Dat doe ik er eigenlijk vrijwel nooit. We hebben hem eigenlijk nog niet zo heel lang. Misschien 1,5 maand. Maar ik ben nog nooit zo blij geweest met een product. Ik ook niet. Want ik in 1,5 maand. Nee, ik gebruik hem ook echt heel veel. Het Sleek Strong Lia Respect Palette. Al die kleuren, ik vind ze echt geweldig. En ondertussen hebben we er echt al heel wat looks mee gemaakt. Ook, ook een cash look volgens mij. Ik tenminste. Ja, ik ook. En toen was er nog één palet. Het was de laatste in de... Ja, die kon echt niet in de counter. En het is echt een favoriet. Hij is echt perfect voor de feestdagen. Too Faced Return of the Sexy Palette. Ja jongens, het kon ook niet anders. Wat is die mooi. En duur. Belachelijk. Maar goed, dat was het. Dan het volgende. Nagels. En ik ben hier een beetje vergeten achter geweest. Want ik heb naar Martine alleen mijn OPI topcoat meegenomen. Dus dat is een beetje stom. Want ik had eigenlijk ook nog kleurtjes uit mogen, natuurlijk, uit mogen zoeken. Maar ja, nee, dat heb ik dus weet niet gedaan. Weet je wat we doen? Jij schrijft gewoon in de lijst erbij welke kleurtjes dat waren. En dan kunnen jullie ze terugzien in de gebruikte lijst. Ik schrijf nog wat kleurtjes bij. Allebei hetzelfde, een OPI topcoat. Alleen ik heb de Fast Dry en jij hebt de algemene. De normale. Hele goede topcoats. Waarom heb ik jou nooit eerder gekocht? Ik weet het niet. En verder. Ik begin even met mijn OPI reeks. De OPI Just Spotted the Lizard, die altijd lijkt op Chanel Perigot, wat mensen zeggen. Ja, blijft een heel mooi lakje. En ook deze. Ik wist niet dat hij zo gewild was, maar ik had hem toch bemachtigd. Every Month is Oktoberfest. En blijft ook echt een hele mooie blauw-rode. En ik heb nog een tool, een nageltool, de Heroom glasvijl. Wauw, waarom heb ik nooit eerder mijn nagels geveld met een glasvijl? Echt geweldig. Werkt echt supergoed. Die moet ik ook nog een keer hebben. Ja, moet je echt doen. Eentje die ik ook heel leuk vond, en jullie ook heel leuk vonden, en veel gevraagd is in de video, wat heb je voor je nagels? Het is Conad Baby Pink. Ik had hem bij de Nicki Minaj look op. Erg leuk kleurtje voor in de lente.
En dan deze toppert. Echt heel erg gaaf. MAC Everything That Glitters. Je kunt het misschien niet helemaal zien, maar zwart met roze, blauwe en gouden glitters. Echt heel erg leuk. En dat waren de nagels. Dat waren de nagels. Dat waren de nagels. We gaan verder. Volgende categorie. Tools. Kwasten allereerst. Voor ons allebei. De Illamasqua Brow Brush. Wauw. Dit was ook echt een geweldige ontdekking. Zo'n goede wenkbrauwkwast heb ik echt nooit eerder geprobeerd. Nu kan ik eindelijk mijn wenkbrauwen eens een keer goed bijtekenen. Geweldig ding. Kost volgens mij 16 euro, maar dan heb je ook wat. Ja, super. Precies. En we hebben ook een gelijke kwast van het merk Frontcover, maar dan elk een ander. Ik heb deze kwast. Het is een soort van halve platte kwast en een halve blending kwast. En dat maakt hem echt geweldig. Ik kan zelfs een ooglook met alleen deze kwast maken. Super goed in. En dat jij hebt er ook een van Frontcover? Ja, klopt. Maar zit niet in mijn... Oh, die zit niet in jouw favorieten. Dat dacht ik. Nee, dat wil ik volgens mij dat doen, maar toch niet gedaan. Nou ja. In ieder geval, ik kocht dit jaar, en dat vond ik echt nog veel belangrijker, de twee heiligste kwasten op aarde, de MAC 217 en de MAC 239. Nog nooit zo blij geweest met een kwast. En echt, ik zou ze niet meer kunnen missen. En nog één ding, dat gebruiken we eigenlijk altijd het hele jaar door. Dus eigenlijk moest je er toch een beetje in. Wij gebruiken nog beide steeds de Beauty Blender. Dat blijft toch ook echt een heel fijn ding. Allebei voor ons favoriet. Precies. En dat was het. Dat was het. En dan door naar de ene laatste categorie. En dat is... Lichaamsverzorging. Tijd voor de producten van de lichaamsverzorging. Ik heb even twee producten waarvan je even moet bedenken dat ik ze hier vast heb. Want ik heb ze namelijk niet meer, want ze zijn op zo fijn dat ze zijn. De eerste is de Dermalin deodorant. Het is helemaal parfumvrij, alcoholvrij en werkt echt super goed. Maar hij is net vorige week opgegaan, dus ik heb hem weggegooid en nog geen tijd gehad om een nieuwe te kopen. Dus ik kan hem hier niet laten zien. Niet eens bewaard voor vandaag. Nee, ja, ik was het vergeten. Dus nou ja, doe alsof ik hem hier in mijn hand heb. En de tweede is de Bioderma zonnemilk voor de gevoelige huid. Heb ik heel erg veel gebruikt in de zomer. Gebruik ik nu nog steeds. Als ik weet dat ik de hele dag buiten ben in de winter. En dan gebruik ik hem ook. Super goeie. En ik heb nog, nou ja, lust kon niet ontbreken jongens. Mijn nieuwe favoriete heet Mr. Punch. Ruik hem mee. Heel erg lekker. En daarnaast ben ik ook bekend geworden met een douchegel. Nog nooit eerder gebruikt van Lush. Die Olive Branch. En mijn favoriete douchegel is Twilight van Lush. Echt zo lekker. Dit is nog een volle. En dat houdt in dat ik eigenlijk nog bijna iets van zo laag in mijn huidige heb. En deze is nog als backup. En ik heb hem ook gekocht in Londen toen inderdaad. Lekker, omdat jij het zei. En deze kostte me verdorie echt een maand lang zowat. Nee, grapje. 22 euro. Maar hij was van Sabon. En eerlijk gezegd, als ik mezelf echt wil verwennen, gebruik ik de Carrot Scrub van Sabon. En hij... Ja, hij ruikt echt verrukkelijk. Hij is echt ontzettend duur, maar heel erg lekker. En verder heb ik ook nog als naverzorging, als ik uit de douche kom. En dat is best wel budget en heel fijn. De amandel huidolie van Kruidvat. Ik vind het heel lekker om mezelf met olie in te smeren. En deze is echt heel erg fijn. En niet zo heel duur. Dus toppie. Toppie. De laatste categorie van vandaag is... Parfum. Ik ben nog streng geweest voor mezelf. Ik mocht Miss Dior Cherie er niet in, omdat ik die vorig jaar al had gedaan. Maar dat is natuurlijk gewoon een favoriet gebleven. Laten we onze gezamenlijke favoriet zien. En ik denk mijn stip op nummer 1. Als jij hem in het zakje houdt, doe ik hem ernaast. Het is Alien. The Fragrances of Leather van Cherie. Ik vind het zo erg dat het limited edition is. Echt meneer Thierry, Cherie, Chori. Breng deze in de vaste collectie. Ja, maken we gewoon opnieuw, want dit is echt gewoon, dit moet gewoon. Deze is echt. Iedere plek krijgen in een parfumwinkel, vind je? Hij is zo, echt zo goddelijk, echt. Als je deze op hebt, zeggen mensen allemaal, wat heb je op? Gewoon, echt. Het echt, deze is zo lekker. Ontzettend lekker. Ik wil eigenlijk gewoon echt niet dat deze uit de schappen gaat, want hij is echt zo lekker. Ik ook niet. En om nou een backup te kopen, weet je, die doet er best wel lang mee. Dus ik hoop tegen de tijd dat hij op is, dat jij misschien wel denkt, dit was zo'n succes. Alsjeblieft, hoor ons gebed. Nou ja, verder voor mij op nummer 2, die ik ook heel erg lekker vond en ook nog steeds heel blij mee ben. En zeker dikker in de week wil gebruiken. La Petite Robe Noire van Guerlain. En die is ook echt nog steeds ontzettend lekker. En het flesje is gewoon gruwelijk mooi. En dan op de derde plek, eentje die ik moest gaan waarderen. De eerste keer spoot ik er 3 spuitjes van op, stonk een uur in de wind. Ik zei echt, spuit je nou 3 spuitjes op van die? Ja, want hij is nog sterker dan Alien. Het is Womanity, ook van de Fragrances of Leather. Een geur die je moet waarderen. Ik ben hem gaan waarderen. Mijn vriend vindt hem minder lekker, dus misschien dat ik er daar onzeker over ben, maar... Ja, ik vind hem echt heel lekker. Ik heb hem even vandaag gebruikt van je. Desalniettemin. Ik vind hem goed hoor. Een hele aparte geur. Heel apart. Hij mocht erin inderdaad en ik ga hem proberen expres 1 keer per week te gebruiken. Cherry, alsjeblieft, hou de Fragrances of Leather in je collectie. Want we houden zo van deze dingen. Dus. En dit was het jongens. We zijn door alle producten heen. We zitten hier echt
in de zee van producten. Ik vond het heel erg leuk om jullie dit te laten zien. Ik denk dat we ook wel veel plezier hebben gehad. Want tijdens het uitzoeken van al deze producten dachten we, oh ja, dat heb ik ook nog. Oh ja, dat was ook zo'n leuk product. En nou ja, we gingen weer helemaal terug in de tijd. En je ziet ook echt wat echt de echte favorieten zijn, merk je dan ook. Je hebt al favorieten, maar je hebt soms de echte, zoals die van L'Occitane. Die scrub is mij echt bijna op. Ja. En dat zijn van die dingen zoals Alien, dat je denkt, ja. Of dingen die je al 10.000 keer opnieuw hebt gekocht. Ja, of de Mason Pearson borstel, daar ben ik ontzettend, zijn we echt ontzettend blij mee. Dat zijn van die dingen dat je denkt, wauw, wat heb ik toch fijne spullen. Laat even weten wat jouw favorieten van 2012 waren. Je hoeft natuurlijk niet zo'n hele lijst te maken zoals dat wij het willen, tenzij je het leuk vindt. Maar misschien heb je al 1 of 2 favorieten die je met ons wilt delen. Ja. Wij wensen jullie echt het allerbeste voor 2013. Heel erg bedankt voor jullie trouwe bezoek dit jaar. Precies. Veel geluk, liefde en gezondheid toegewenst in 2013. En we hopen natuurlijk dat jullie ons blijven volgen en dat er nieuwe mensen zullen komen. Ja, inderdaad. Dus hele fijne jaarwisseling. Kijk uit met vuurwerk, meisjes en jongens. Hou je vingers aan, alsjeblieft. Want je wilt niet dat je geen nagels meer kan lakken straks. Nee, dat zal wel heel erg zijn. Dat je niet meer kan opmaken. Nou, meiden, dank jullie wel en heren misschien ook wel. En een heel gelukkig 2013. En tot volgend jaar! Doei!